kleinere bochten en dan moet ik gas teruggooien. Voor het gas terug en dan kan ik vrij snel draaien. En dan moet je achter de reet zitten en dan kan hij met wit mee. Dat kan dus normaal niet. Kijk hier, kijk eens, jonge gasten, die snappen dat nog niet met varen. Wij zijn er gewend, hè. Als je zegt van varen, gaan met de klok mee, dan weet iedereen waar je aan toe bent. Jij moet niet tegen elkaar in gaan varen, dat geeft klappen. Hier twee schroeven, twee motoren. Ja. Ik heb twee motoren zitten erin. Katamaran. Twee extra, dit zijn opwarmaccu's die er nou in zitten. Dus dit is net opwarm, ja. Oké. Okay. Wat moet er opwarmen dan? Ja, het hele systeem moet een beetje lekker in orde zijn. En dan ga ik straks binnen en dan gooi je de andere accu's erin. Nou, dan ga ik eerst met de veebodem varen. Oh ja. Dat is wat spectaculairer. Het is niet zo spectaculair. Nee. Nu heb je ook liggen hier. Ja, het is de pursuit die hier ligt. Met alle kleurtjes. Oké, okay, zie je niet. Oh, daarboven. Ja, ja, ja. Aan de veebodem. Ja, geel, blauw. Het is een diep vee, dus echt voor heel ruig weer. Een hele grote golven, groter als de boot zelf. En dan, ja, dat vaart hij het beste. Ja. Die zijn gewoon ontworpen voor ruw weer. Dit soort dingen zijn best kwetsbaar, hè? Als er flinke golven staan. Je ziet die grote jongens wel eens die 300 per uur halen. Ja, dat is leuk. Maar die gaan ook leuk de lucht in af en toe. Ja, daar moet je voor waken. Ja, je maakt een rotklap. En is deze gebaseerd op een bestaande powerboat? Dit is een originele, ja. Die varen in de Caribbean, varen die dan voor wedstrijden. Ja. Eén of twee man erin en... Ja, nou, dan kun je zien aan de fontein dat ik de troep achter heb zitten. Achter het roer. Dat kun je zien. Hij is niet zoals hoort, zeg maar. Nee. De weerstand nu. Ja. Hier zit achter het blad eruit. Oh ja, ik zie er helemaal achteraan dobberen. Ja, ik kon het al merken aan de fontein dat er iets niet klopt. Ja. En dan moet ik het roer even terugzetten. Het is borsteloos, dus het is vinger ertussen en je vinger ligt eraf. Ja. Er zit ontzettend veel kracht achter. Chirurgische kropjes, als ze draaien contra zie ik, en links dan rechts. Ja, je moet altijd naar binnen draaien, dan zijn ze stabiel, ze nooit naar buiten. Binnen, oké, okay, dus de linker draait zo en de rechter draait, ja. Ja. Van achteraf gezien. Ja, van achteraf gezien. Dan is het stabielst. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat is met een wieleffect van het draaien, de uitvliegende kracht is dat. Dat breng je naar nul als je naar binnen toeslaat. Kijk, okay. heb je eentje, zal die altijd naar één kant gaan. Ja, ja, ja. En je zag straks die helle gekleurde boot die vaarde. Dan zag je dat de boot in het recht doorvaart ging in één kant hellen. En die man heeft een te grote schroef eronder. Nou, dus die wordt op zijn kant gedrukt door de tork van de... Ja. Dus dan moet je een maatje kleiner of je moet de pitch veranderen. Pitch is dus het vermogen van het draaien. Dat is rete belangrijk. Maar je moet het wel lang doen, want als je het is niet zo beprutsen wat raakt. Om ermee te varen bedoel je? Oh ja. Nou, dan gaan we terug, want de accu is leeg.
En ik heb hier een blad tussen. Want hij wil niet eruit komen. Hij komt niet in plan E. Nee. Dan zit er wat aan je schroef en je accu is leeg. Ja. Maar dat mag ook wel. Klap je terug. Kan niet achteruit. Nee, hebben we extra gedaan om niet. Huh? Want als jij storing krijgt, het eerste wat je doet is achteruit en trek je boot onder water. En dan zit je met het probleem dat... Dus voor de zekerheid heb je de achteruitfunctie eruit gehaald. Ja. Omdat je zelf niet je boot... Ja, dan hebben we alles een beetje standaard wat we in hebben gevoerd. Ja, ja, ja. Dus we gaan even accu erin. Andere accu erin. Oh, dit is je hengel waarmee je hem terug kan halen. Ja, als het soms gecompliceerd is, ja, dan kunnen we de hengel pakken door achter aan de tenne van een boot. En dan varen we er naartoe. En dan varen we om de boot heen. Ja. En dan blijft de boot waar de lijn aan zit, blijft liggen. En dan hengel je hem twee boten gelijk naar binnen. En dan zit je altijd safe. Het ligt aan hoe de tijd is wat je nodig hebt voor de afstand. Dus je moet heel snel beslissen wat gaan we doen met binnenhalen. Ja, er staat flink wind. Ja, iedere minuut ligt hij 10 meter verder. Het is aflande wind, dus dat wil zeggen van de kant af. Ja, dat is toch wat vervelender. Jij tapet hem echt helemaal af, hè? Ja, ja. Gewoon iedere keer opnieuw. Ja. Ja. Gewoon no risk. Nee. Heb je nog afwatering achter in de boot? Nee. Hij is helemaal dicht. Hij is helemaal dicht, helemaal, ja. Je kan hem onder water duwen. Ja. En die antenne zit er ook in. Ja, nou, net is die losgegaan, want die zit normaal hier doorheen. En omdat het carbon is, komt de signalering niet naar buiten. Dus je kunt hem wel erin gooien, maar je kunt nooit... Carbon zit metaal toch in? Ja, ja. Carbon met Kevlar. Dat is sterker als staal is dit, wat erin zit. Van de drie modules in zitten. Het glijdt elektriciteit, dus ja, het metaal soort is. Dat is ook een nadeel. Nou, weet je, nou gooi je antenne eventjes ertussendoor. Ja. Daar gaat het niet op mis. Dan weet je zeker dat het goed gaat, ja. De 2x 6S? Nee hoor, ik heb maar 5S. 5S, 2x5 in want, serie. Oh nee, natuurlijk, je hebt twee motoren, sorry. Ja. Ja. Je vaart 5. Ik vaar één cel minder als normaal. En ik vaar toch iets sneller als de gasten die dan 6S hebben. Waarom? Omdat, als het goed is niet, als je dat bij Pietertje gegaan. Ja. Lauw, hij is een beetje lauw. Hij mag handwarm zijn, dus... Ja, dat is hij ook. Maar waarom is dat dan dat je toch sneller vaart? Hoe? Nou, je vaart sneller dan een gast op 6S. Ja, maar dat is de truc van elektricien. Dat is mijn vak. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is de vraag en dat verklappen. Dat gaat hij niet vertellen. Dat verklapt niet. Ook al hebben mensen, dit kun je gewoon standaard kopen. Ja. Alleen we hebben voor de koeling aangepast en je zat eerst hier naar voren gebracht, maar dat kun je niet zien, want dan krijg je veel buiswater. Ja. Dus ik heb hier smeernippels, kan ik de assen mee smeren. Ja. En de rest is blijkt standaard, maar dat is het niet. Nee. Je kunt het niet zien, laat ik het zo stellen. Nou, maar laten we het geheim, lekker het geheim houden. Ja, ja, ja. Ja. dat nemen we mee. Jongens weten het allemaal. Ja. Dus, het komt niet op internet. Nee, nee, nee. Pech voor jullie. Nee, dan moeten ze zelf ooit een keer achter zien komen. Hoe heet die powerboat nou die nou vaart? John F. Kennedy heeft erop gezeten. Die Engelsen hadden ze. Amerikaan, hoe heet die dingen nou? Torpedoboot is dat. Ja, ze hadden een afkorting. PT nog wat. De Zweden hebben ze ook. Hele grote, ze varen ze mee. 7000 pk diesel. Dat is ook deze. Dit is, is dat een Zweed? Ja. Er zijn filmpjes op YouTube van. Een paar van drie van die boten naast elkaar. Er zitten ook drie motoren in het echt. Ja, ja, ja. En de Duitsers hadden een nog grotere. Ik heb geen idee. De SB, de snelboot. Ja, ja. Die liep nog harder. Die was gebaseerd op een normaal schip. Zo'n mooi ontwerp. De snelboot vandaag. Dat is wel makkelijk, want ik kan dus aflezen op de zender wat in de boot gebeurt, omdat het vermogen te hoog wordt. En dan is het geen grapje meer. Maar je hebt telemetrie? Ja, telemetrie betekent dat je dus, de zender heeft met de ontvanger een speciale frequentie. En de telemetrie ook. Dus ze kunnen elkaar niet storen. Dus de informatie en het stuursysteem is dus eigenlijk van elkaar gescheiden. En dan krijg je op je zender info over je temperatuur,
Batterijstatus. Ja, alles nou, status. Wat je wil. Ja. Ik heb alleen bij deze heb ik alles uitgetest. En het enige wat ik dus wil weten is de afslag van mijn de spanning van mijn accu. Dus ik heb hem ingesteld op 3,8 volt. Dat is mijn laagste spanning die dit geeft. Ja, hij staat nu op 320 ingesteld, of 420. Ja. Dus dat wil zeggen dat mijn beginspanning is. Ja, percel heb je 4,2 volt. Ja. Zit dat onder? Zit daar op, zit de truc in. Zit dat dubbel onder die accu hoor. De tie-rip die onder de accu ligt nu, daar kantelt de accu. Aan deze kant? Ja. Zie je? Ja, helemaal goed gezien. En dan gaat die accu gaat klapperen. Ja, dat moet je niet hebben. Dat zou zonde zijn. Dan doen we deze zo mooi aan de kant. Dan glijden we eerst deze naar binnen. Eerst even de smering van de as. Mijn handen. Dat is dat stukje siliconen. Ja. En dan heb je op iedere lager heb je een stukje siliconen. Giet je uit olie in. Ja. Dop je er weer of een schroefje er weer in. Ja. Is die dicht. En dan smeert. Het probleem is dat heel veel boten hebben dat niet. Dus je moet dat zelf gaan maken. Je smeert het nippel. Ja. En dan boor je er echt een gat in je lager hier. Ja, gewoon er dwars door de schroefas heen. Ja. Ik heb er dan twee keer. Ja. En een achtervoet staat, dat noemen ze strut, ja, heb ik ook nog extra. Ja, en dus je knijpt gewoon even een flesje wat... Ja, dat is voor de veiligheid. Ja, dat wit, is dat omdat er water erin zit of is het gewoon nee, wit dit is wit high speed, jou moet je voorstellen. Smeermiddel. Ja, dit is van de SKF. En dat zijn de jongens die snappen dat wel. Okay. Dat gebruik je dus op echte grote boten. Ja, want toeren loopt die motor denk ik wel hè? Ja, dit is een, even kijken, die loopt 35.000 ongeveer. En ik kan tot 37.000 opvoeren, maar dat heeft geen nut, want dat is extra warmte. Hmm. Ja, en, je moet het ook allemaal kwijt kunnen via het propje. Ja, dus ja. Je raakt, dan krijg je zoveel weerstand, je krijgt allemaal lucht, het vacuüm aan de rand van die blad, van het blad. Ja, dat en dat wil je niet. Dat heeft helemaal geen nut om nog meer... Ik zet er een extra plug op die dikker zijn, omdat mijn accu's iets meer vermogen geven dan normaal. Hm. Dus ik krijg een andere verbussing. Ja. En dan ga ik wel naar een smal toe. Dit is wel 6S? Nee, dit is ook 5S met een 7000 mA. 7000 mA, ja. Dus dat is de stroom die ik dus... uit kan, kan sturen. In totaal. En hoeveel wat is piekbelasting met deze? De piekbelasting die kan ik tot 400 ampère kan die. En de regelaar kan kortsluiten 3 seconden tot 960 ampère. Okay. Dat is gigantisch veel. Dat is heel veel, maar goed, de boel blijft heel. Ja, hij kan het hebben. Ja, 180 ampère kan hij continu kan hij... kan hij kwijt. Doorgeven. Ja. Dat is wat hij doet natuurlijk. Nou, we hebben hem aangesloten. Dan gaan we de zeg maar de plus doen. Er moet eigenlijk nog een weerstandje tussen, dat heb ik nog niet gedaan, een anti-sparkling. Ja, ik ken dat. Ik heb er eentje op mijn heli zitten, maar het geeft dat toch van... nog steeds een tik. De bekende tik. Dat wil dus zeggen dat er heel veel stroom op staat. Ja. En het is klaar, hier zitten extra capillaire, zeg maar. Dat zijn condensatoren om de regelaar te beschermen. Ja. Lakken het af. En dan... dan moet het zijn. Dan, moet het zetten dan zetten we de schakelaar aan. Ja, zender uit je laan, hè. En dan gaan hij staat ingesteld, dus... hij regelt hem niet in. Maken, hij regelt hem niet in. Dan kan het zijn dat ik het aan en uit moet doen. Is hij ingeregeld? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ja, hij is er. Nou, hij is dat het niet link dat je echt. Want kan hij onder het varen niet uitgaan? Ja, nee, nee. Dat is safe. Ja. Oké. Okay. Laat hem altijd hier liggen. Ja, that'll do the job. Alright. Nou, dan gaat het kapje erop. Alles hebben we gecontroleerd. Ja. En dan. Bekende gaan we tape. Dan gaan we er weer overheen. Ja, je moet wat, hè? Ja. Ik vind tape, dat deze... tape of versuipen, hè? Ja, het is. Tape of pompen. Ja, dat is tape of pompen, ja. Nou, wat belangrijk is, zo als we wegvaren, dat we goed gaan kijken of de apparatuur werkt. Dat is heel erg belangrijk.
En, ja, maar doe ik een afstand checkie of? Nee, afstand hoeft niet, want dat weten we dat je tot minimaal 600 meter kan. Ja. Nou, dat redden we hier wel, want het is zo ver staat hier niet. Maar wat wel heel belangrijk is, dat de waterkoeling het doet. Okay. Gaat hij achter via het staart erin. Ja, hapt hij op. De regelaar en de motor apart en die komen hier weer uit. Ja, want je hebt hier in je roer heb je twee, inkevingen. Porsche heb je daar ook van die dingen. Die twee dingen, daar slaat het water in. En een buisje aan de achterkant, een holle buis in de achterkant van je roer. Dat is natuurlijk ook aan de achterkant gewoon recht. Het heeft geen zin om dat terug te laten komen. Het water wordt alleen maar opzij gesmeten. En dan gaat het maar hiermee pakt de boot dus koelwater op vaardruk. Ja. En dan gaat het systeem in. Ja, en dat koelt je alles af. Dus jouw motor wordt gekoeld, maar ook je ESC. Ja. Die wordt gekoeld. Ja, daarom heb ik altijd een dual roer. Dat ik zeker weet als één van de systemen vaart, dat het toch gekoeld blijft. Ja. Dat is belangrijk. En dan is het ook gunstig als je dus echt lekker hard gevaren. Maar een duo roer noem jij omdat er twee inkepingen. Dat noem jij een duo. Oké. Okay. Het schroef altijd aan de kant. Ik weet, je zijn scherp. Ja. Klik. Net als dit is allemaal kunnen voelen. Het is, scheermesje. Ja. Maar dit zijn trimmers, hè? Dit zijn trimvlakken. Daar kun je je hoek van je boot mee bepalen. De neus omhoog of laag. Of omlaag, dat kun je instellen. Ja, dat zijn de trimvlakken. Ja. Dit zijn de turnfins. Dat wil zeggen dat jij de boot in de bocht kan houden. Dan kun je dus scherper gaan varen. En dan is de bedoeling, als de boot gaat vallen, heet dat, dat één turnfin altijd uit het water gaat en de één het in. Ah, okay. Gaan ze naar alle twee erin. Dan vaar je rechtdoor, kun je net zo sturen als je wil, maar dan doet hij het. Dan gaat hij wel rechtuit, ja. Ja. Oké, okay, dus dat kan ik wel laten zien. Dus als je proef ondervindt. Zo, dit is de horizontale lijn. En dan zie je dat hij echt buiten het water komt. Alright. En deze pakt hem dan. Ja. Moet wel haaks op de bodem staan. Oké. Okay. Anders heeft het geen nut. Nee, en dan zou je hem uit het water tillen of erin trekken of wat dan ook. Ja, dus de roer heb ik heel iets naar achter staan. Dus dat wil zeggen dat hij met de verticaal weg gaat. Dan gaat de neus ook iets omhoog. En dan kan ik hier ook mee trimmen. Ja. Maar deze staat gewoon 100% afgetrimd. Nou, we gaan aan de bak. Ja. Kijken of ze het leuk vinden. Neem je alles mee? Natuurlijk wel. Gaan. Je moet helemaal feest vandaag, hoor. Wat een kut op je. Gaat niet zo goed dus. Zo te horen. Nee, niet alles werkt. Niet altijd. Nou, dan gaan we echt varen. Jemig, je hebt helemaal een planeet. Nee, als je daar vaart, dan heb je een regenboog. Hier, ja, je ziet ze regenboog. Hier, regenboog hier. Je ziet ze allebei, zie je ze, dat hij koelt. Ik weet niet of dat op film is te zien. Twee blauwe pijpjes in het midden. Je ziet je waterstraaltje uitkomen. Oh ja, omhoog. Ja, maal twee. En dan kunnen we echt gaan varen. Ja, dit is wel spectaculairer dan een ja, ik zal Jens even helpen, want hij moet de boot binnenhalen. Dat heeft hij nog niet vaak gedaan, dus ik haal hem even eruit. Oh, hij liet net hem opperen. Ja. Ja, maar is hij gewoon dood? Ja, hij moet de boot houden. Waarschijnlijk stroef eraf. Ja. Ja, dan kun je gas geven wat je wil. Dus we krijgen een salvation action nu. Yes. Ja, maar het is goed. Het klinkt lief bedoeld, dus dan is het. Oh, ik denk slaat voorover, maar nee, dat hoort zo. Dan moet ik de reddingsboot redden. De redding, ja. Ook al een keer gehad. Dan moet er iemand, serieus. Heeft er iemand toch een reddingsboot? Nee, dat hebben we gewoon geduwd. Ik hoop het. Ja, ik zou hem naar de overkant douwen en even omlopen, of niet? Toch? Ben ik gek? De lol is om hem hier. Ik kan je helpen. Ik ga het eerst even proberen, kijken hoe het gaat. Ja. Dus ik hoor dat de schroef eraf ligt. Dat heeft hij ook net hier. Oké. Dat zeggen ze. Ja, als je gas geeft, dan doet niks. Met vol gas? Ja, met vol gas. Dan heb je te veel stroom gebruikt. Dan moet je een S-back krijgen. Kom maar. Oké.
met deze grote ster. Veel schoon dus. Ja. Maar ik heb wel een... twee accu's in de kop. Mijn eikabel. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Nou, we hebben een goede stuk erop zitten gekocht. Ook veel weer. We hebben tijd. Als je maar opschiet. Ja. Ik heb wel gezien dat er een shirt met de kamer zitten. Ja. Ja, je kan er gewoon voor je uitduwen. We zitten een kamer in dat die volle met water, dat op het moment dat hij op de kop ligt, dan draait hij hem automatisch weer terug. Ja. Even kijken of je achter mijn roer kan pakken. Het is een katamaran? Nee, dat was niet. Okay. Dit is ook gewoon een vee. Dat is gewoon een vee. Kun je niet beter naar de andere overkant duwen? Ik denk het wel, want dat gaat niet lukken. Nee, dat hoort het. Ik hoor mezelf weer. Ja, ik daal wel naar de kant toe. Ja, loop me even om. De wind werkt ook die kant op, dus... Ja. Je moet even in de gaten houden dat er geen lelies of zo zitten, dat ik zo vast kom te zitten. Ik denk dat hij dat wel redt, als je voor dat duur is. Rustig. Ja, maar hij zat net daar ook in dat blad vast. Hij loopt daar. Dus misschien dat hij daar al de schroef los heeft werkt. Ja, hij controleert zijn spullen niet echt goed. En dan, Heeft hij wel achteruit? Ja, dat kan natuurlijk. Bij hem wel. Ja. Dan kan hij hem loslopen. Ja, dan kan je hem los. Maar volgens mij ligt hij op de kant. En dan staat hij daar en dan had hij gewild dat hij een stokje van een meter mee had genomen. Ja. Dat heeft hij niet meer terug. Meestal neemt de hengel mee. Ja. Want normaal varen we er tegenaan en dan keert hij zich om en dan kun je gewoon doorvaren. Ja, maar goed, hij heeft geen aandrijving nu, dus dat werkt niet. Nee, dat wordt niet. Dus heb hij met de zeilboot al wat? Film je dit, Ralf? Ik denk dat hij er zo in dondert. Met zijn voet, echt een stok van een meter. Nou, dat zeiden we al, hè? Breng even een stok van een meter. Ah, shit. De kleinste man van iedereen hier, die moet, kan er net niet bij. Je hebt geen achteruit, hè? Ik? Nee. Ja, ik kan ook weinig meer. Je kan toch even duwen? Ja, maar dan kan ik zelf niet meer weg. Ik heb geen achteruit. Je hebt geen achteruit? Nee. Oh nee, oh diep, zo ja. Nou, dan moet nou zijn werkschip even die kant op. Ja, die zet ik zelf zo op. Ik zal nog wel een keer die kant heen varen. Ja, ik denk als je hem nu nog even... Hij kan er net niet bij. Ja. Nou, zal ik even... Wacht maar even, Jens. Kom eraan. Ja, hij heeft hem. Ja, ja. Ja, ja hoor, het is gelukt. We got a man on the moon. Is nu de ophaalboot klem? Ja, nee. Ja, kan nog draaien toch? Nou, hij doet het. Ja. Ja, en zo ben je zomaar 8 minuten bezig. Ja. En 8 minuten van je vaartijd af. Ja. Ik wil mijn geld terug. Oh, ik wil mijn geld terug. Ooit een keer een Amerikaanse sportpresentator. En die had onze lange afstand 10 kilometer had hij gekeken. Op schaatsen. Met, weet je ook weer, die Nederlander, die wereldkampioen. 10 minuten lang. heel saai eigenlijk, weet je wel. Het is ook heel moeilijk, maar... En die man zei, I want my 10 minutes back. 10 minuten van mijn leven verspeeld. Oké, de boot is op de kant en de ophaalboot is bijna binnen. Hoeveel schroefjes liggen er hier in het water, schatje? Ik heb geen idee, maar het is wel in de metalen schroef. Dus het is nog wel 27, 30 euro. Zal hij wat zeker kwijt zijn. Ja. En de magneet heeft geen nut, hè? Want het is waarschijnlijk brons, dus die komt niet omhoog. Daar weet ik niet wat hij heeft, maar je hebt het koper beryllium, dat is... Dat is wel enigszins magnetisch. Nee, helemaal niet? Nee, dat is goed, dat is niet. Koper beryllium niet. Het koper met een zit in de... Het koper met een zit in de... Het is een schroef wat harder. Ja, ja.
Nou, dat is blij. Hij gaat gelukkig, ja, hij kan weer.